zoeken voor een herfstoutfit. Oh, pretty. Girl. Oh, het kaartje zit nog aan. Hij is van Cool Cat. What is this? Ja, ook wel heel leuk. Het is gewoon gelukt. Ik ben Shuket. We zijn in de Kingdo. Ik ben met Josie. En we zijn dus nu weer opnieuw en co. En we gaan dus zoeken voor een herfstoutfit. We zijn al best wel herfsty, want het is echt kut weer. Ja. Zeg maar, het regent en ik heb zoals een kool aan. Het is mijn eerste keer dat ik een kool aan heb. Dus 2 september, ja, nee, 3 september. Het is echt heel raar. Het is heel raar. Ik voel me ook confused. Bij vanochtend voelt het confused. Het is echt zo'n rare tussenperiode van zomer. Ja. Vol aan summer en dan opeens is het herfst. Ja. Dus daarom voor deze video summer to fall transition. En ja, mijn budget is €15 of 20. Maar ik denk 15. We gaan het gewoon proberen. Ik ben echt heel benieuwd. Ik ook. Nou, dit zijn wel een beetje de fall, hè, de herfstkleuren. Dit zijn gewoon mijn kleuren eigenlijk. Oeh. Ja, ik denk als het nou een trenchcoat is, dat is echt de perfecte fall. Ja, maar ik zeg ook eens fall herfst. Gewoon een herfst. Oh, dit is echt van vroeger, Joes. Een bomberjas. Ja. Oh mijn god, weet je dat nog? Ja, dit kan je wel zien. Ik denk dat het ook een goed idee is om hier bij is de... Fresh. Echt? Ik kom eraan. Ik denk dat het een goed idee is om ook bij de mannen te kijken. Oeh, dit is ook wel leuk. Waar zag je die trench? Oh, hier. Hier. Huh? 2. Deze van Vero. Oh, nice. Maar ik vind deze kleur mooier, denk ik. Is die lang? Is dat een beetje gekreukt? Ja, we krijgen ervan, hè. Het is niet heel lang. Nee, het is niet heel lang. Maar voor jou wel. Weet ik niet. Ik denk dat ik deze ook even wil. Deze is... Dit is een M. Ik vind het wel leuk omdat hij een beetje oversized. En hij is €6,25. Nou, dat valt ook mee. Dus hij ziet er gewoon nieuw uit, hè. Moet je zien. Ja. Helemaal nieuw. En deze, nee. Deze is €7,25. Maar ik denk dat het van Esprit is. Ja, we beginnen gewoon bij de jas. Ik heb verder nog niks, maar we beginnen bij de jas. Oh, je hebt ook spijkerjasjes. Als je dan oversized vindt... Oké, wacht. Ik doe dit alvast in mijn mandje. Ik heb er nu al zoveel zin in. En het is heel fijn, want hier is het altijd super groot. En er is nu niemand. Dat is vet chill. Oh, dit is een oversized colbert. Dat is ook wel leuk. Oh, hij is wel... Heel erg gekreukt. Heel gekreukt, maar ja. Hij heeft ook niet heel veel vorm. Oh, en hij heeft glitter. Oh, hell no. Oh, hell no. Wij doen ook echt alles door elkaar, hè? Wij gaan gewoon. We gaan er gewoon voor. Oh, corduroy. Oh, het is een blazer. Dat vind ik dan minder. Kijk, best wel leuk. Corduroy jasje. Maar wel blazerachtig kort. Dat vind ik dan minder, hè? Wat is... Dat is nice. Oversized blazer. I like. Deze is oprecht. Deze is echt... Ja. Nee, echt leuk. Kijk, ik zoek nog even voor een spijkerjasje. Joes, deze vind ik best wel apart. Ik heb nog nooit zoiets gezien. Nee, door dit. Ja, maar hoe zit dit eigenlijk? Ik zou echt gewoon een riem erop doen of zo dan. Ja, maar is dat misschien gek? Ik denk dat hij dan net zeg maar daar valt. Hij valt net, dat denk ik dus ook. Is best lekker. Oeh, is dat wat ik bedoel? Ja, hij is heel nice. Is niet zo nee, goed. Was dat die ene die je zag? Hij is alleen wel een beetje vies hoor. Ja. Verf of zo. Oh echt? Dat, dat is minder. Josie kwijt. Waar is she? Deze, er zit gewoon nog een prijskaartje aan. Maar het is niet heel voor de herfst, hè? Het is ook leuk om zeg maar zo'n lange rok te doen. En dan met een trui. Dat heb ik al wel eens een keer gehad. Het is niet mijn maat, maar dan met sneakers.
so pretty. Maar het is niet echt herfst. Maar wel heel mooi. Ja, ik heb echt in mijn hoofd, zeg maar, ja, bijvoorbeeld blazer dress, sweater dress met docs. Of bijvoorbeeld high-waist jeans, mom jeans met trenchcoat met docs, weet je wel, die vibe. Ja, dit kan ik niet echt gebruiken, het is wel echt super mooi. Weet je maar, €3,95. Kijk, pretty. Oeh, ook te groot. Maar die andere kan misschien nog... Ja, deze kan nog wel, denk ik. Die is heel nice. Ja. Zo'n leather skirt is ook wel nice, maar het is ook wel echt te lang. Op zich van die lange rokken, dat is ook wel echt leuk, maar... Dit is toch niet echt mijn vibe. Dit is best wel cool. Joost, ik vind dit ook best wel herfst. Waar ben je nou? Dit is ook best wel herfst, een sweater. Ja. Leuk! Ja, hè? Je moet even kijken naar tops. Ja. Maar weet je wat ik nu doe? Ik pak nu van alles. En dan ga ik gewoon kijken of ik een outfit mee kan maken. Want je weet natuurlijk nooit wat past en wat niet past. Dit is heel nice. En ook niet duur. Gewoon een basic t-shirt, basic sweater. Wel leuk. Dit is allemaal summer print. Ja, dit is allemaal zo. Ja, nee. Dit skippen we gelijk. Gelijk. Okay. Ik denk dat we dan terug moeten aan het begin. Daar heb je meer tops en zo. Of ja, bij de mannen. Voor truien en ik t-shirts. Zag, ik zag niks bij de mannen, maar... Oh. We staan nu bij de tops. Ja. Dit is ook best wel cute. Maar dit is wel meer summer natuurlijk. Wel cute. Hier is echt wel... Dit vind ik ook echt super leuk. Ook summer. Joejoe. Joejoe. Heel jammer dit. Dit moet je even laten zien. Dit is vet. Anders kon het nog. En dit. Miss Ezel. Maar eerlijk, in die shredder rok. Hoe cute al deze zomerdingen zijn. Ja. Maar we zoeken voor herfst. Ik denk dat we misschien niet bij het wit dan moeten kijken. Want dit is meer zomers. Ja. Niet echt stevig. Dit? Nee, het is gewoon de top. Wat is dit? Dit is ook een beetje zo'n herfstkleur. Een beetje zo'n suede look. Oh, dit vind ik eigenlijk best wel leuk. In een broek. Echt, hè? Dan valt er al heel veel af. Ja. Een paar is cancelled. Zal ik even snel een outfit tot de day laten zien? Heb ik vintage. Super cute colletje. Deze jas is ook vintage van de Kiloshop. Echt mijn favorite. Leren jas, zo lekker oversized. Deze is van de Monkey. Ik heb mijn Levi's broek aan. En dan deze booties. Party. No. Nope, nope. Ze zijn ook nog in de zomer vibe. Ja, die zag ik dus ook. Ja, dat kan natuurlijk ook, hè. We denken net dat het veel zomer is. Dat klopt wel, hoor. Ik ga toch nog even naar de mannen kijken. Want de mannen is toch altijd... Hè? Ik zei net dat je altijd ook bij de kinderen gewoon kan kijken. Want kinderen hebben soms ook van die zwarte basic tops of zo. En dan maat 164. Weet je wel, ja, dat is gewoon XS, ja. Oh, we moeten ook nog schoenen en accessoires. Ik weet niet of het gaat lukken. Het was me vorige keer wel gelukt. Hier zo van? Hier zo, ja, toevallig. Oké. Okay. Welke maat is dit? Welke pop? Gatver. Even deze broek. Even eerlijk. Qua lengte zou die perfect zijn. Echt, hè? Het zou gewoon zo'n, hoe zeg je dat? Straight leg. Straight leg. Bij de pijp kunnen zijn. Ik denk dat het... Maar zou het highwaist zijn? Nee. Hij sluit wel qua lengte heel mooi aan. Het is best wel een mooie broek. Voor €3,50. Ik ga nog even bij de man kijken. Wat is dit? Dit wordt me echt nog een avontuur, Joe. Gewoon wel alvast even bij de schoenen kijken. Want dat valt natuurlijk ook onder de outfit. Ik dacht even dat het van die super gaaf schoenen waren, maar dat zijn ze niet. Nepfans. Nou, schoenen hebben ze in ieder geval niet. Oké, de mannen. Je hebt nog niks gezien. Nee. Huh? Lijkt me wel. Misschien
Oh mijn god, dit is zo'n cape. Nee, zo'n overding. Dit is volgens mij ook nog vrouwen. Hier hadden we ook een kaart. Oh, deze is ook wel leuk eigenlijk. Oké, dit is het. En Josie en ik hebben net nog een grote blazer gevonden. Waar is die? Hier zo. Ik dacht misschien is het wel erg leuk om daar een blazerjas van of een blazerdress van te maken. En ik heb dus deze riem gevonden. Vet pretty. Met goud detail. Where is it? Kijk. En nog deze stoffenriem. My god. Nou, dit moet wel lukken toch? Oké, ik ga gewoon setjes maken. Ja, het lijkt heel veel, maar het valt echt mee. Ik ga nu gewoon setjes hier maken en dan kom ik zo weer terug. De eerste look hebben we dus de blazer dress. Maar we dachten met een riem, dat is wel erg leuk. Deze is 6,75. En dan heb je zo'n clutch, die is 1,25. En dan de riem. En dan of, dacht ik, met dit topje. Best wel cute topje. Is ook niet veel. 1,55. En dan heb ik ook nog een basic tee gevonden, dat is altijd goed. En deze is ook 1,55. Dan, to this side, come to this side. Dan heb ik nog deze, een beetje die suede herfstkleur gevonden, die ik echt heel leuk vind. Een beetje Korean vibes, vind ik echt leuk. Die is 3,95. Natuurlijk deze broek van de kinderafdeling. Dit broekje. En dit is ook altijd wel leuk als je dan gewoon kwijt in dan op de markt. Maar we hebben niet echt een trui kunnen vinden. Dus dit. Maar misschien net deze. Who knows? Wait. The dish. Ja. Ja, maybe. Weet je, je moet het echt even aantrekken. Ik moet het echt aandoen. Deze gevonden. Die ook echt super leuk. En deze is een corduroy. Ja. Ja, maar het wordt even spannend. Echt hè? Een klopt corduroy jassie van de Bijkorf. Oké. Maar we gaan het gewoon even zien. Helaas hebben we dus geen schoenen gevonden. Maar ja, dat is dan even buiten budget. Dat is dan even jammer. Oké. Ja, let's go. Nou, dit is een t-shirtje. Ik heb het even zo gedaan. Ik vind altijd kort leuk. Super basic. Dit is de blazer. Vet groot. Het is wel echt een mooie kwaliteit blazer. Maar ik denk dat ze het even als een dress doet. Oké, ik ga het even zien. Want dit kan niet. No, dit is not possible. Het was een beetje stom, want dit vond ik dus echt super mooi. Want het riempje was zeg maar dezelfde kleur of dezelfde stof als de blazer. Maar er zit dit. Dus ik kan hem niet eens aan. Dus ik heb hem nu zo gedaan. Dit is nu de situatie. En ik vind het wel heel erg leuk. Alleen hij is toch net te groot. Even Dr. Marks ook aangedaan van Joe's. Op zich vinden we het idee wel heel erg leuk. En het is toch, als je een panty doet, dan is het toch wel echt een hele leuke herfstlook. En onder de 15 euro, behalve dan de schoen natuurlijk. Wat is dan de achterkant? Ja. Ik ga even optellen hoeveel het bij elkaar is. Ik ben heel erg benieuwd hoeveel het nu bij elkaar is. En dan hadden we natuurlijk nog de clutch. Ik weet niet waar die is gebleven. Ja, ik had gewoon met dit tasje. Kijk! Nou, ik vind het best wel geslaagd. En natuurlijk met panty, maar die heb ik niet. Dus naar de volgende look. Ik ga jullie eerst even laten zien hoeveel het kost allemaal. 1,25. De riem is 1,25. 6,75 voor de blazer. Zie je het? Dit is 1,55. Girl. Hoeveel is dat? 10,80 euro. Wow, wat nice! En dan niet de schoen natuurlijk meegerekend. Maar ja, maar dat gaat gewoon niet. Ja, als je bijvoorbeeld sneakertjes had gevonden of laarsjes voor 5 euro had je alsnog de look. Bij, dus. Ik heb nu het leren broekje gedaan, wat ik ook echt vet herfst vind. Als je natuurlijk gewoon een panty doet. En hij past gewoon vet mooi. Vet mooi taaien ook. Hij past echt perfect. Hij past echt perfect. Dit is een M. Ik dacht dat hij te groot was, maar nou, hij past echt perfect. En ik heb natuurlijk nog de T aan, t-shirt. Deze blazer die Josie dus net aan had, om die erop te doen, dan heb je zeg maar
stoer met de docs en dit broekje en dan nog casual met een blazer. Of met een trenchcoat erop. Dan moet ik maar even kijken. Nou, dit is de blazer van Josie. Super pretty. Als zij hem niet had genomen, had ik hem sowieso genomen. Ja, heel mooi. En dit vind ik ook echt een fall look. Met panty dan. Zo, Joes, wat goed dit. Ja, hè? Ja, heel leuk. Yup. Voor 6,75. Ja, en de blazer is... 6,75. Nou, het t-shirt nog steeds dus 1,55. Het broekje, weet ik niet. Volgens mij was die 4... Oh, het kaartje zit er nog aan. Hij is van Cool Cat. Echt? Het kaartje zit er nog aan, 24 euro. Nog helemaal nieuw. Van de Cool Cat, jongens. Wat een time to be live. 2,95 mensen. 2,95, nou. Op hoeveel zitten we dan? Dus 1,50. 11,42 euro. Wow, heel nice. Kijk, en ik zou het dan persoonlijk nog stylen met een beige tas, weet je wel. Ja. Dat je even een breaker, hoe zeg je dat? Even een, ja, je snapt wat ik bedoel. Oeh, ja. Dit is de trenchcoat zonder centuur, zeg maar. Nou, het ziet er niet uit. Hè? Dit is de andere blazer. Deze blazer van Vero Moda. Deze staat wel heel mooi. Alleen hij heeft een beetje zo'n glans. Waardoor hij een beetje... Ja, een beetje cheap of zo oogt. Deze is 6,25. Wel echt helemaal nieuw. Dus dit vind ik echt super goedkoop. Ja, ook wel heel leuk. Gaat goed, gaat goed. Ik ga toch nog even deze broek proberen. Met deze en de T. Of die broek met die en deze. Nou, het tochtje is best wel leuk. En als je het dus in je broek kan doen, want... Prepare yourself. What is this? What is this? I don't know. Het is gewoon low waist. Niet te doen. Maar nee, dit is gewoon cancelled. Ik had ook nog dit superleuk rokje gevonden. Dit zien we natuurlijk steeds vaker. Dat het zeg maar wat langer hier uitloopt. En dan met zo'n ketting, zeg maar. Echt heel erg leuk. Maar niet echt als look. Want ik heb alleen een t-shirt. 2,95. Echt superleuk. Die wil ik toch nog even aan jullie laten zien. Ik had ook nog dit. Dit vond ik wel echt heel herfstachtig. Dus ik ga hem toch nog even passen. Ik weet niet of het samen met dit kan. I love it. Echt super leuk. En ik zou het dan gewoon met een colletje doen of zo. Of met een sweater. En niet dus met een t-shirt. Maar dat hebben ze niet. Heel herfst ook. Heel leuk. Van de Bijenkorf is hij. En hij is dus corduroy. Ik moet zeggen dat hij hier veel oranje oogt. Of roder oogt. Maar het is niet zo. Nee. Ik dacht het is een vibe, maar het is geen vibe. Deze maar 6,95. Okay. Oh, hier zie je het beter. Ja, het is echt bruin. Oh. Dit is met een kolletje en dat maakt het al gelijk veel meer herfst natuurlijk. Heel leuk. Dan panty en Dr. Martens. And you're ready. You're ready to go. Ik weet niet hoeveel deze nou was. 2,95. Oké. Okay. 2,95. Very nice. Het is gewoon gelukt. Ik ben zoekend. Nou ja, behalve natuurlijk de schoenen, maar dat had ik sowieso niet echt in gedachten, zeg maar. Dus ja, en het was leuk. En zo had Joyce ook gewoon geslaagd. Ja. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Dankjewel dat je mee wilde. Ja, dat vond ik heel leuk. En ja, kijk hoe. Het was best een challenge trouwens. Echt hè? Ja. Het was wel lastig. But you did it. I did it. En gewoon in één kringloos was wel echt heel nice. Oké. Okay.